Nou, ik doe het boek over Filijnen zegt sorry. Het is van Ronald Giffard. Het gaat over Filijnen. Ze is heel gelukkig met haar vriend. En totdat hij naar New York vertrekt voor een toneelstuk. En dat is een moderne uitvoering van Romeo en Juliet. Wanneer Filijnen hem besluit te verrassen, komt ze erachter dat het toneelstuk wel heel ver gaat. Nou, dat levert wat problemen op en beleven ze van alles. En uiteindelijk komt alles weer goed en zegt ze sorry tegen iedereen. Ik vond het boek over het algemeen heel erg leuk. En ik had hem heel snel uit, wat niet zo vaak gebeurt bij mij. ik vond het een heel origineel verhaal. En ja, ik vond het wel heel erg leuk. Het enige wat ik wel vond, is dat het wel heel erg grof was. Al die gesprekken en sommige, ja, gewoon een beetje te grof eigenlijk. En een beetje te veel. Maar verder ben ik er wel heel positief over. Dus ik vond het een leuk boek. Ik zou hem wel aanraden.